Live commentary, advanced warfare, let's go! Live commentary! Live commentary, advanced warfare, let's go! Yo YouTube, is het hier, met vandaag een nieuwe vlog. Yo YouTube, is het hier, met vandaag een nieuwe live commentary op advanced warfare. En even een power drink. Kan ik beast spelen? Nee, zeker niet. En weet je dat? Hey, wist je dat? Advanced Warfare nu op mijn top 2 staat van Call of Duty's. Maar dat kan ik ook snappen, want ik ben eigenlijk non-stop al aan het spelen. Dat is echt een goed spel. Maar echt niet normaal. Bij Cold Ghost 2 weken en dat spel raakte ik niet meer aan. Maar nu Advanced Warfare. Je moest iets weten. Dat is echt goed. Ik snap echt niet hoe dat komt. Op deze Call of Duty, maar ik meen het. Bij Black Ops 3 had ik dat ook. Dus ik hoop echt dat Advanced Warfare gelijk Black Ops 2 blijft. Maar Black Ops 2 staat nog altijd op nummer 1. Gisteren heb ik gelivestreamd met Onagis. Als jullie dat niet hebben gezien, waarschijnlijk zet ik wel de past broadcast en de beschrijving. Kijk zeker, want de stream was echt af. Echt, pakt weg dat we 100 viewers hadden. Ganse tijd, echt. We hebben bijna 5 uur gestreamd en echt waar, dat is gewoon insane. Gisteren heb ik ook koffiepoeder challenge gedaan, als jullie dat niet hebben gezien. Zoals ik al zei, moeten jullie in de beschrijving gaan kijken, stream herbekijken of zo en wat doorspoelen als jullie de rest niet interesseert. En hoeveel keer we getrold waren als mensen die bellen naar ons als politie, dat was ik me nog herinneren dat ik echt zo in shock was. Dat ik dacht van, ja, de politie heeft echt gebeld, maar ik snapte niet hoe. Dus ik nam de tweede keer deftig op en had een deftig argument met die politieagent. Het was eigenlijk gewoon mijn vriend die had gebeld en zich voordeed als een politieagent. Maar ja, ik snap dat wel. Ik vond het wel grappig, maar toen dat de tweede keer en de derde keer gebeurde, toen moesten we even wel bekomen. Waarschijnlijk ga ik nog wel meer streamen. Dat hangt er eigenlijk wel vanaf. Het ging eigenlijk allemaal goed, behalve was de audio iets wat minder. Ik had ook net problemen met mijn Blue Yeti. En ik snap echt niet wat er ineens was. Ik heb het plotseling weer gefixt. Ik weet niet hoe. Raar. Dat is insane. En wat vinden jullie eigenlijk van de nieuwe COD Ghost? Laat het zeker weten in de reacties. Ik wil nu al jullie mening weten. Ik weet het, ik heb het al eens gevraagd, maar het maakt echt niet uit. Misschien kan jullie mening nu al veranderd zijn, want bij Ghost was het ook zo bij mij van, ja, het is echt een goed spel in het begin, maar daarna, na 1 week, dat was echt fucked up. En ik ben ook benieuwd naar de nieuwe DLC's, want ik wil eigenlijk al dat de nieuwe DLC's nu uitkomen. Ik weet niet waarom, maar het leek me gewoon cool om meer wapens, nieuwe modus te hebben en zo. En YouTube wordt tegenwoordig echt niet normaal hard. Ik moet echt elke dag uploaden. Maar ik vind het chill. Als jullie mij 100 likes geven, dan maak ik gewoon mijn gemak een nieuwe live commentary. Maar ik bedoel gewoon, het is niet gemakkelijk. Nog even wat power drink voor de match. Zijn we terug. En tijdens het laden van een match heb ik even zitten te denken waarover dat ik zou praten en zo. Ik heb eigenlijk een scuf op de PS3. Maar die ga ik natuurlijk verkopen omdat ik nu op de PS4 speel. En er is een scuf voor de PS4 dat ik heb besteld. En man, hoe goed dat ik kan spelen, dat gaat niet meer normaal zijn. Want scuf helpt je gewoon in die situaties van het springen en het jumpen over kogels. En hier zeker bij Advanced Warfare. En ik meen het, met zo'n sneeuw snowboard bril gamen, dat helpt echt. Dat lijkt wel of dat je met zo'n gunner speelt. Dat helpt gewoon om je meer deads te geven, vind ik. En by the way, wie is er naar de stream komen kijken? Ik zou het echt graag willen weten. Want ik weet niet meer wat ik zei. Iets met hashtag. Ik weet nog zo dat ik in de stream zei van iedereen die er nog is, typ hashtag broodje kaas in de stream. En er waren insane veel comments. En dat gevoel, mannen. Jullie moesten weten wat dat met je doet. Pas als je het zelf meemaakt, zal je zeggen van, ik snap het volledig wat je zegt. Dus echt, thanks mannen voor iedereen wie is naar komen kijken naar de stream. Ik ga vast nog wel streamen. Echt, dat was gewoon top om mee te maken. De stream echt. Toppunt was 180 viewers, denk ik. By the way, is het jullie al opgevallen dat ik dezelfde hoedcamo heb als mijn wapen? Dat leek er echt op.
Dus ik ga hierbij de video afsluiten. Laat zeker een like achter bij de 100 likes, een nieuwe live commentary. Check zeker Onagis zijn kanaal in de beschrijving. En ik zou zeggen, bitches, adios.